hago la 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 la. Yo, zo hey, mijn stem. Yo, kijkers. Welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. We gaan door. Veteraan Ibrahimovic speelt als jonge god. Prachtig bericht, toch? Maar goed, we gaan door. We hebben natuurlijk de vorige aflevering een goede seizoenstart gemaakt. Dit vierde seizoen. 4-1 gewonnen van Go Ahead. En dan hebben we nu alweer de klassieker tegen Feyenoord. Ja, hopelijk gaan we gewoon nog een keer winnen. Let's go! Here we go. Wat? Waarom staat het commentaar nou in het Nederlands? Ik zou het direct na deze wedstrijd weer veranderen. Ik heb niet eens online gespeeld, niks. Dat is raar. Nou, whatever. We gaan het er maar even mee doen. Huppakee. Afgetrapt. Paas hem. Paas hem nog een keer. Dat komt niet aan. Het was wel een leuk idee. Verdediging lijkt helemaal... Fischer, langs de verdediging. Staat niemand in de 16. Nou, voorgeven. Oh, laat zich niet slijding. Nog een keer proberen. Maar de voorzet komt niet aan. Wauw. Ik onderschep zo vaak, maar die bal die blijft naar hen toe rollen. En zo staan we 1-0 achter. Alsof het moest van de game, leek het even. Scripting happens. Nee. Ik zie het wel eens online staan dat er in FIFA... scripting gebeurt. Dat de game soms gewoon zelf beslist of je wint of niet. Maar ik geloof niet in die onzin. We staan voor nu gewoon terecht achter, helaas. Fischer, schiet maar jongen. Geblokt. We hebben een corner. We krijgen een hoekschop. Dat is mooi. Waarom staat El Ghazi toch altijd iedere keer daar? Sneijder, huppakee. Daar gaan we. Ver naar buiten, we koppen niet eens. Sneijder, geef hem mee. Bilal hier. Bilal, haal maar gewoon uit, joh. En het is 1-1. Bilal knalt ons op gelijke hoogte. Goeie counter. En goed afgemaakt. Wedstrijd weer helemaal open. Gelukkig. Ik wou niet met een achterstand te rusten. Dat wou ik gewoon echt niet. En Bilal knalt ons dus naar de 1-1. Lekker bezig. Oh, dat is een mooie bal. Fischer. Oef. Ik dacht even dat ik tegen de keeper aan ging lopen. Maar het is gelukt. 2-1. Ze hebben gewoon nog een voorsprong voor de rust. Oh, wat fijn, wat fijn, wat fijn. Ik dacht even dat ik die kans aan het verprutsen was. Maar uiteindelijk tikt Fischer. En maar gewoon nog in. 2-1. En dan is het rust nadat Ibrahimovic op de vloer werd gegooid. Maar goed, we rusten met een voorsprong. Dus ik zie het wel van de vingers en ik ga niet klagen. Op naar de tweede helft. Sneijder van afstand. Oeh. Mooi schot. Maar dit is goed gedaan. Ja, dit wel. Maar de rest van de wedstrijd... Cornertje hier. Gaan we weer Sneijder erbij halen. Ook al zijn zijn corners niet echt geweldig. Gaan we het gewoon nog een keer proberen. En dit is voor de doelman. Ja. Zonder probleem. Bazoor nu op de vleugel. Voorzet geeft kans. Zijn voorzet, maar die voorzet was een beetje scheef, jongen. De keeper pakt hem. Dat moet beter kunnen, Bazoor. Ibra, kom op. Penalty, toch? Dat is een penalty. Ik krijg zoveel bullshit overtredingen tegen, maar dan mag dat ook wel een penalty zijn. Verdomme, man. No! Nee! Nee! Wat een onzin weer. Wat een kut goal. Godsamme man. Echt die bal die ook gewoon bij hem blijft aankomen. Hier is eerst wat poef en dan toevallig staat daar iemand hoor. 2-2. Oké, dat is mooi gepaast. Feyenoord op de vleugel. Alle ruimte. Voorzet. Helemaal open. Kopbal gaat over. Hier is El Ghazi. Gaan we voorgeven. Ibra? Nee. Wat de... De bal gaat achter. Wat was dat? Waarom pakte Cillessen die bal niet gewoon op? Blind naar Fischer. Hou die bal binnen, ik wil zeggen. Geef hem maar gewoon voor. Het is een beetje moeilijk. Sivkovic, maar oeh. Maar het blijft gelijk voorlopig. Dreiging.
Oh, dat is een mooie bal. Nee, verkeerd aangenomen. Sivkovic, jammer. Oh, veel verdedigers. Paas hem op. Juist. Nou, hier voorzetten. Nu dan. Kom op. Nee. Een ander van de doelman. El Ghazi, kom op. Nu dan. Ja, nee. Weer de doelman. Dit wordt een gelijk spelletje. Want de ja, hij fluit af. Dat had ik al verwacht. De wedstrijd is gespeeld. Een gelijk spelletje. 2-2 in de klassieker. Tegen Feyenoord. Jammer. Jammer. We hadden op het eind toch aardig wat kansen. Maar dan gebeurde met een paar aids-dingen net. Nou, we hebben nog geen nieuwe berichten. Dus we gaan even dingen simuleren. Inderdaad, misschien gaat Klaassen weg. Ik weet nog niet wat jullie daarvan gaan vinden. Nabry, die mag van mij inderdaad er vandoor. Laten we kijken of we de 2,6 miljoen uit kunnen slaan. Hij kwam toen na een goed gehuurd seizoen. Wij huurden hem van Arsenal met een optie tot koop. Nou, eigenlijk is er daarna niks meer van hem gekomen. Een beetje zonde. Maar ja, dan gaan we weer Klaassen. 7,5. Ah, hun gaan erin. Hun gaan ermee akkoord. Gaan we hier weer. 17,7. Probeer eerst gewoon dat maximale eruit te slaan. Terek Grosny. Geen idee. Ik zou uit mijn hoofd wie dat zijn. Misschien ken ik ze wel als ik een selectie ga bekijken. Wat is dit? 16,5 miljoen voor Davy Klaassen. Ik weet niet wat jullie kijkers daarvan gaan vinden. De vorige video heb ik dat bot gestuurd naar Liverpool en gaan dus mee akkoord. Misschien hebben jullie van Kurt Leijer, tyfus hond. Je moet Klaas niet wegdoen, maar hey, ooit gaat iedereen weg. Mensen wouden ook niet dat Daley Blind wegging en hij is naar Manchester United gegaan. 16,5 miljoen, ik vind het een mooi bedrag voor een speler als Klaassen. Dus succes bij Liverpool, jongen. Geeft ons wat extra budget. Wat mooi is. Wat staat eigenlijk van reden? Reden, ik ben er toch weer maar heb geen zin om weg te gaan. Oh, en of jij wel zin hebt om weg te gaan. Voor wat meer salaris gaat iedereen weg namelijk. Maar dat budget kunnen we ook gebruiken voor de rechter middenvelder. En dan hebben we toch een heel mooie selectie. Als dat gaat lukken. Ah ja. Het is altijd een als, natuurlijk. Het is altijd een als. En wat is dit? Weer eentje. Die is helaas hoger. En dit is een ander bordje. Ja, maar hij is al akkoord. Er is al een akkoord met Liverpool. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Op het moment. Wat ben je aan het doen, man? Gaan we weer. Ja, dat. Ja, ik haat het wanneer dit gebeurt. Ik haat dat echt zo erg onderhand. Ik vind dat zo'n bullshit. Dat salarisbudget uitmelkerij wat FIFA altijd doet met spelers. Zo'n hekel aan. Maar goed, gaan we tegen Willem 2. Want dan kunnen we even twee wedstrijden doen in deze video. Zo lang zijn we nog niet bezig. Dus kijken naar ons bankje, hoe dat er staat. Ze Denswils meegenomen. Dat doen we even anders. We nemen. Ja. We nemen Mounir mee. Waarom ook niet? Hoppakee. Dan gaan we tegen Willem 2. Dit moeten we toch wel winnen. Dames en heren, welkom. U krijgt vandaag een competitiewedstrijd te zien. Oh, ik heb het commentaar op Nederlands gelaten. Oepsie. Wie tegen elkaar spelen. Willem 2 en Ajax. Zo van de enthousiasme na van Evert. Over Willem 2 en Ajax. Hey. Nou, dat is leuk. Laten we beginnen. Jezus, wat een skere zooi. Ik tackle en alsnog, ik krijg geen balbezit. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Lekker combinatiespel. Aids. Pak die bal een keer af. Ja, dit komt ook gewoon weer bij hun aan. Wat een bullshit. Fuck off. Hier kan ik wel pissig om worden. Heel toevallig. En dan wordt er geblokt.
En via een gigantisch hoge stuit vliegt die bal. Dat zei ik iets verkeerd, maar alsnog belandt hij wel precies goed. Dat kan toch geen toeval meer zijn wat hier gebeurt? Wat is dat? Nu dan. Ja, Ibrahimovic. 1-1. Zo, dat is tenminste lekker snel gebeurd. Ik wil echt niet verliezen of gelijk spelen tegen een club als Willem II. En hier is de aanvoerder van het elftal. Zo, voorzetje. En daar is Ibra tussen twee verdedigers. Netjes. Oh, dat ziet op zich goed uit. Mooi balletje ook. Kom op. Ja, ja, ja. Ja! Yeah! Het lukt ook nog. El Ghazi. Met de twee. Oh, dat was echt geluk. Dat was echt geluk. Wat hier gebeurde. Woe! 2-1. Wat gaan ze mee doen? Hij gaat de 16. Dat is voor Cillessen toch? Ik had liever Clem vast gezien. Maar hij is tenminste uit de 16. Het is nog niet geheel over. Kom op. Verover de bal eens eventjes. Juist. Nooit! Nooit! Verdedigd. Ik had niet verwacht dat het zo gevaarlijk zou worden. Dus ik was niet eens aan het praten. En in één keer belandt die bal daar wel heel mooi. Volgende corner hier. Voor Willem II. Weer de 6 en dit is voor Cillessen. Juist. Geen enkele moeite mee. En gelukkig ook klem vast dit keer. Fischer met een bal richting El Ghazi. Oh, dat is langs 1. Schieten, jongen. Een sterk schot in de benen. Corner nu voor ons. Zegter geeft een hoekschop aan. Ik moet dat echt een keer standaard gaan veranderen. Gewoon naar Sneijder. Huppakee. Dat is op zich netjes. We kunnen niet koppen. Dat is blind. Haal anders gewoon in één keer uit even. Nee, dat is een slecht schot. Oh, Ibrahimovic. Onderschept daar heel snel een paasje. En wint een nieuwe corner voor ons. Het wordt toch een corner. Gaan we nog een keer dan. Dat is... Wow. Hij doet het. Wow, wat? Wat een uithaal van Zuma. Ik heb wel eens kopgoals met hem gemaakt, maar dit is ook leuk. Hup, en bam. Op de slof. 2-1. Ah, ik wou zelf gaan met Fischer. Geen goede keuze. Ibra, win maar een corner eruit inderdaad. Dat is prima. Oh, ik zei dat straks 2-1, maar het is al 3-1 trouwens. Nou ja. Gaan we nog een keer. Sneijder. Hup. Ah, dit kan ook wel wat worden. Oh, de lat! Wordt daar goed verdedigd, zeg. Geef hem mee inderdaad. Ibra! Hij moest hem moeilijk schieten. Dus ik vind het nog best netjes. Hij baalt zelf. Beetje op het grasveld janken daar zo. Maar prima kans hoor, Imra. Prima. Nou, gaan we nog een keer. De corner met Sneijder. Zuma? Nee. Blind. Haal maar gewoon uit. Geblokt. Keeper hoeft niks te doen. Oh, geef hem mee. Fischer. Fischer, kom op. Ja. Oh. Soms, jongen, ik kan wel janken hoe ik kansen mis. Is het rust. De helft zit erop. Het is met 3-1. Eens kijken wat er deze ploeg. De bal gaat moeiteloos. Oh, dat is een mooie bal. El Ghazi. Oh, ik kan echt. Ik kan echt janken. Ibrahimovic. Oh, Ibra. De door. Wacht op het schot. En, wauw, ik denk ik plaats hem even, maar alsnog. Het had 4-1 moeten zijn. Nou, El Ghazi, neem maar gewoon die corner. Ik heb geen zin om te wisselen. Nou, niks. En volgens mij nog een blessure ook. Ja hoor. Dus we wisselen wel even. Sivkovic, kom er maar in. Oké, geef hem mee. Houdt hij het hoofd koel? Sivkovic, kom op, jij dan. Ja, Sivkovic. Knalt nu de 4-1 binnen. Eindelijk. Na 80 kansen. Hebben we weer een doelpuntje erbij. Die invaller
Offensief Capiche weet ook wel wat hij doet. Invallen en scoren. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Geen bij de spel. Wel? Snel vertrokken en dus... Nee, en hij stond gelijk met de man. Volgens mij stond hij gelijk met de laatste man. Oké, het is wel buitenspel. Geef hem mee daar. Speelde hem helaas in de voeten. Goed. Voorgeven. Kom, Fischer. Jammer. Zo fluit de scheidsrechter af en winnen we met 4-1. Goeie overwinning. Maar dat moet ook wel tegen een team als Willem II. Nou, echt spannend. Nou. Deze wedstrijd ook niet noemen. Ze zijn geen momenten. Dat was het dan, deze aflevering. Gaan we even kijken of we berichten hebben. En dat hebben we. En dat is een gesprek. Speeltijd van Rijn wil meer. Ik kan me het voorstellen waarom. Maar ik kan het je ook even niet geven. Helaas, jongen. Vond je dit nou leuk? Laat dan een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken en voor al jullie support. En ik check jullie graag de volgende keer weer. Tot dan. Laters.